Jacob van Maarland was een man met een missie. Je zou hem zelfs een eenmans-literaire stroming kunnen noemen. Het ging hem erom een nieuw genre in de volkstalige letterkunde te introduceren en een ouder genre te verdringen. Dat oude genre was de ridderroman. Verhalen zoals over Koning Arthur en Karel de Grote en de ridders uit hun kring. Spectaculaire verhalen over heldendaden, daar niet van, maar compleet verzonnen. Of op zijn minst zwaar aangedikt. En dat terwijl het hier om historische figuren ging. Grote Koningen nog wel, waarom zou je die allerlei onzin toeschrijven? Was hun werkelijkheid niet groots genoeg geweest? En wat hadden mensen aan om over grote vorsten uit het verleden in de waan te worden gebracht? Zijn intense ergernis hierover heeft Maarland in de spiegelhistoriaal gelucht in een speciaal toegevoegd hoofdstuk. Schelden jegen die borderers. Met borderers bedoelt hij boerderaars, schrijvers die boerden maken, oftewel kletsverhalen. Broddelaars is misschien de beste vertaling. Ook omdat Maarland ze verwijt dat ze van feit en fictie over grote koningen een knoeiboel maken. Bijvoorbeeld... Door het praatje rond te strooien dat Karel de Grote ooit een beer in zijn gevolg had, die Wisselau heette, of te doen alsof sommige van zijn ridders nog voortreffelijker waren dan de koning zelf. Karel was de beste onder de zijne, net zoals koning Arthur dat was, wat men ook mag rijmen over Lancelot. En je proeft Maarlands woede over zulke dichters. Die meer riemen dan ze weten, en zijn eigen verzen krijgen literaire bezieling in die verontwaardiging. Die schone, walse, valse poëten, die meer riemen dan ze weten, die beliegen grote karle in schone woorden, in spelen van vira van Alisandre, van Polmo triple en andere. Dat al gader niet en was, wat helemaal nooit bestond. Van vier heemskinderen, dat ik las, daar ik af in groot dagen nooit historie hoorde wagen. Van Beer die zagen. Dit is alle rande vragen, dat men al dus man met logene prieslegend legt aan, met leugens wil prijzen. Ook zien sommige walse boeken, die weerdig zien grotere vloeken, die van Willem van Oringen grote sterke historieën zingen en de wilne beter dan Karel maken. Willem, dat zien ware zaken, was een duits, een ridder goed, maar niet zo voorbare, niet zo voortreffelijk, dat men hem moet kaarlen, iets gelieken alleen, maar minder noemen. En de nog als kleine als een Roeland was, of Olivier, of van Denemarken Ogier. Karel, dat zien ware dingen, was best onder die kaarlingen. Arthur was inzien stonden die beste van der tafelronde. Hoe zie van Lanselot te zingen, en de van Willem van Oeringen. Deze polemiek. Is Maarland overigens door het nageslacht niet in dank afgenomen? Integendeel, men heeft hem vaak verweten dat hij de literatuur de nek om wilde draaien. De vergelijking met Batavus Drogstoppel uit de Max Havelaar dringt zich op, die van een gedicht alleen kon accepteren dat de wind guur was en de klok vier uur wees, als dat ook werkelijk zo was. En zo niet, dan waren het wat hem betreft nutteloze leugens. Maarland lijkt ook een beetje zo'n droogstoppel te zijn, zonder gevoel voor de schoonheid die een mooi verhaal kan bieden, als een waarde op zichzelf, ook al weten we dat het verhaal verzonnen is, en misschien zelfs wel juist mede daarom. En hij wordt bijna een tragische figuur, als we beseffen dat die hele koning Arthur, voor wiens zuivere cv hij opkwam, en over wie vooral geen leugenpraatjes mochten worden verteld, helemaal nooit heeft bestaan. Met andere woorden, Maarland zou eigenlijk helemaal geen gevoel hebben voor literatuur. En ook nog eens geen deugdelijke kennis van geschiedenis. Hij zette zich schrap op het verkeerde been. En natuurlijk is het niet zonder ironie, zoals wel vaker als we zien waar mensen zich heel lang geleden over konden opwinden. Maar het is vooral niet helemaal eerlijk tegenover Maarland. Plaatsen we hem terug in zijn eigen tijd. En houden we rekening met wat toen de intellectuele standaard was, dan had hij wel degelijk een punt. De Franse en Nederlandstalige ridderromans rond Karel de Grote en Koning Arthur waren inderdaad flagrant in strijd met wat er toen historisch over deze koningen bekend was. En dat Marland zich geroepen voelde om over hen het eerlijke verhaal te gaan vertellen, was feitelijk helemaal niet zo dwaas. En getuigen ook het grote succes dat hij met zijn teksten had. Eigenlijk was Marland's missie en zijn grote kracht dat hij een kruisbestuiving maakte tussen de serieuze inhoud die de Latijnse boeken van zijn tijd bevatten en de lichtvoetige vorm van de volkstalige literatuur. Ware geschiedenissen, verteld in soepele verzen. Een werk als de Spiegelhistoriaal. Wemelt ervan, over de grote vorsten van het verleden en vooral Karel de Grote, Marlands allergrootste held. Maar ook over beroemde heiligen en martelaren en over grote filosofen en ook mooie exempelen van Gods alledaagse aanwezigheid op aarde. Zoals in het verhaal over een arme weduwe die op haar sterfbed wordt verwaarloosd door een priester die liever bij een miljonair te gast blijft. Die arme weduwe krijgt dan Maria zelf met een schare engelen aan haar bed, die haar eervol escorteren naar de hemel. En in de bevlogenheid waarmee Jacob van Maarland dit exempel vertelt, zien we veel van de sympathie waarvan zijn werk vaak blijk geeft voor eenvoudige mensen, zo vaak geminacht in de middeleeuwen. Want hoeveel ontzag Jacob van Maarland ook mocht hebben voor de groten der aarde. En vooral voor de reuzen van de geschiedenis, zoals Karel de Grote, koning Arthur, Alexander de Grote. Hij was toch ook een zeer sociaal, voelend man. En literair laten we vooral de nadruk leggen op wat Jacob van Maarland zelf presteerde en niet op wat hij anderen verweet. Hij was de eerste schrijver in het Nederlands die echt een groot oeuvre opbouwde. Wat op zichzelf al een prestatie van formaat was, in een tijd die bepaald nog niet met schrijvers wegliep. Dat oeuvre omvatte bovenal verhalen uit de natuur, de Bijbel en de geschiedenis, in een hoeveelheid en een breedte en een rijkdom, zoals het Nederlands die nog nooit had gekend. Al die verhalen waren waar naar toenmalige wetenschappelijke maatstaven. En hadden vaak een moraal die zeer behartigenswaardig was. En dan werden ze ook nog eens opgediend in een aantrekkelijke vorm, die niet veel voorkennis vereiste en zeer laagdrempelig was voor wie er maar van wilde genieten. Je zou Jacob van Maarland vandaag de dag misschien het beste kunnen vergelijken met een schrijver zoals Geert Mak. Jacob van Marland was eigenlijk de eerste die op serieuze schaal. De Nederlandse taal op schrift benut voor literaire non-fictie. En al dus bezien is hij dus wel degelijk een beetje vader van alle Nederlandstalige schrijvers.